De kans is groot dat er vandaag meer vrouwen in Nijmegen een eenzame Valentijnsdag hebben dan mannen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat Nijmegen, net als Utrecht en Maastricht, procentueel meer vrouwen dan mannen heeft. In het onderzoek is Nijmegen onderverdeeld in 9 stadsdelen. Wat opvalt is dat Nijmegen-Oost, het stadsdeel met veruit de meeste inwoners, ook het hoogste percentage vrouwelijke bewoners kent. 54% is vrouw. In Oud-West bedraagt het percentage 53%. Ook in Nijmegen-Zuid wordt dat percentage gehaald. Het enige stadsdeel waar de mannen nipt in de meerderheid zijn, is Lindeholt. Nijmeegse vrouwen op zoek naar een date kunnen het best terecht op West Terschelling. De kans is groot dat dat dan een leerling van de Maritieme Academie zal zijn.